Hallo, je kijkt naar een nieuwe podcast. Achter mij is Boas, 2 weken in quarantaine gegaan. Hij is een grote YouTuber en hij heeft gevraagd aan zijn jongeren om niet langs te komen. Dat is natuurlijk echt stom dat hij dan in zijn video een pin laat zien waar hij precies zit. En ook omdat er in Katwijk een veel hoger percentage kinderen woont dan in de rest van het land. Dom Boas, hij pronkt erg met zijn fame en daar houden we niet zo van bij podcast. Dus wij gaan op zoek naar een betere Boas. Hallo, woont hier een Boas? Nee. Jammer. Doei! Ken jij een Boas die hier woont? Nee. Dat is jammer. Hoezo? We zijn op zoek naar Boas. Ik ken geen Boas. Hoi. Hallo, ben jij Boas? Huh? Ben jij Boas? Nee. Nou, jammer. Hallo, is Boas hier? Sorry, is Serbia. Ah. Ze doet niks hoor, het is okay. Hallo. Hallo, woont hier een Boas? Boas? Ja? Daar ook. Een jongetje, hè? Ja? Ja? Ja, die woont daar. Okay. Even verderop. Oh, bedankt. Fijne dag. Oh. Doei. Okay, doei. Hier woont een Boas, zie ik. Jawel. Hallo. Hi. Ik lees op het bordje dat hier een Boas woont. Ben jij er toevallig? Ja, klopt. Ben ik. We hebben een Boas. Vertel eens over jezelf. Nou, ik ben Boas, 14 jaar oud. Ik ga 5 keer per week naar de Mac. Oké dan, dat is wel heel interessant. En leid jij net als de Boas een heel luxueuze leventje? Nou, dat valt wel mee hoor. Mogen we anders even je huis zien? Mijn huis? Ja, je huis? Ja, je kamer misschien? Ja, mijn kamer is denk ik wel beter. Wil je anders mijn kamer zien? Ja, is goed. Laat maar zien dan. Is goed, doen we dat. Kom in. Nou, dit is mijn kamer. Dit is jouw kamer? Dit is mijn kamer. Die drankflessen, die Boas van 14, jij hebt wat uit te leggen hier. Ja, mijn recreatief gebruik. Oh, dan mag het. Dan is geen probleem toch? Ja, oké. Okay. Hey, en zeg even in de camera, this is my crib of welcome to my crib of zo. Iets zoiets cools. Welcome to my crib. Boas, de Boas die begint altijd over zijn schoenen en die loopt er heel erg mee te pronken. Mogen we jouw patta's even zien? Ja, is goed hoor. Zal ik ze even halen voor je? Ga jij ze even halen, jongen. Is goed. Nou, hij heeft een PlayStation, zie ik. Een mooi box. iPad, AirPods. 2 schermen. PC'tje. Skippybal. Dat is wel een luxueuze leventje als je het mij vraagt, hoor. Dan zou je hem hebben. Ja. Zet ze anders even neer, joh, die schoenen. Ja, dan kun je ze beter zien. Kan je de hele collectie kwijt op je bureau, denk je? Deze ook uit. Ja, doe maar. Nou, even kijken. Kijk, mooie collectie. En dat is dan denk ik, dat paar is wel het pronkstuk, die ja, badslippers. Dat zijn mijn favorieten natuurlijk. Ja. En hoeveel heb je daar nou uiteindelijk voor betaald? Ja, die waren maar 30 volgens mij. Dus dat valt wel mee. Oh ja, je bezuinigt op dat luxueuze leventje dan. Ja, natuurlijk. Ja, en de Boas, die houdt natuurlijk van vakantievlogs, mooie tripjes naar de andere kant van de wereld. Kan jij daar ook over mee praten? Ja, daar kan ik zeker over mee praten. Waar ben je allemaal geweest? Even kijken, normaal altijd in Egypte. Dat doen we eigenlijk elk jaar. En dan hebben we 2 jaar geleden even een keer voor wat anders zijn we naar de Dominicaanse Republiek geweest. Dat beviel ook wel, maar daarna toch weer terug naar Egypte. Toch wel even op de oude stekkie vissen. Ja, ja, lekker vertrouwd. Precies, daar ken je de mensen. Ja, daarom. Daar spreek je de taal. En heb je dan mooie vakantiekiekjes nog die je kan laten zien? Ja, ik denk wel dat ik die heb. Zal ik die even laten zien anders? Laat even zien. Moet ik even zoeken. En waar was dit? Dat is op de Dominicaanse Republiek gemaakt. Mooi water. Ja, daar kun je midden in zee staan. Ja. Was dat nodig om te vertellen? Ja, dat was heel interessant. Ja, dat. En heb jij ook zo'n enorm dikke bak waar je ook mee pronkt? Ja, zelf heb ik geen rijbewijs. Ik heb wel een mooie 2-wieler. Zullen we die even bekijken? Ja, is goed. Kom maar mee.
Nou, dat is wel een mooi fietsje hoor. Hey. En laat die toeter eens horen. Komt-ie. Ja, dat klinkt hartstikke goed. En hoe zit het met de Insta-volgers? Heb je ook zo'n influencer massa-volgers? Nou, volgens mij heb ik iets van 1100 volgers of zo. Nou, dat is... Dat zijn 4 cijfers, dat is hartstikke netjes. Ja, wel aardig toch? Ja, en hoe zit het met je DM's? Krijg je een beetje veel DM's van het vrouwelijke geslacht? Ja, dat is dus wel heel erg matig. Dus dames die het kijken, slijden met DM. Dat is een mooie. Dat is een mooi slogan. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Deze Boas is volgens ons gewoon de Boas. En die andere, ja, die moet gewoon lekker teruggaan waar hij vandaan komt. En bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.